Berger en Wassenaar, in de omgeving van het villapark Marlot, zijn hier en daar boortorens verrezen. Ruim een jaar geleden namelijk stootte men hier voor het eerst op een olievoerende laag, die zeer diep in de grond zat. Sindsdien zijn op verschillende plaatsen boringen verricht. Er zullen nog verschillende volgen om de juiste omvang van het olieveld te kunnen vaststellen. Zodra een boring succes heeft gehad, wordt de opvallende toren afgebroken en vervangen door een bescheiden apparatuur die dient om de olie aan de oppervlakte te brengen, de zogenaamde kerstboom. De aanwezigheid van de boortorens geeft de olieman intussen geen enkele aanleiding om uit een ander vaatje te tappen. Op het Haags-Wassenaarse olieveld zijn enkele opslagtanks gebouwd, van waaruit de gewonnen olie op een onlangs gereed gekomen verlaatstation wordt overgepompt in tankwagons. Sinds kort vertrekt van hier elke dag een kleine olietrein naar de raffinaderijen in Pernis. Zo levert ook dit gebied nu zijn aandeel in de Nederlandse olieproductie, die momenteel reeds voor 1/4 de binnenlandse behoefte dekt. En Wassenaar, in de omgeving van het villapark Marlot, zijn hier en daar boortorens verrezen. Ruim een jaar geleden namelijk stootte men hier voor het eerst op een olievoerende laag, die zeer diep in de grond zat. Sindsdien zijn op verschillende plaatsen boringen verricht. Er zullen nog verschillende volgen om de juiste omvang van het olieveld te kunnen vaststellen. Zodra een boring succes heeft gehad, wordt de opvallende toren afgebroken en vervangen door een bescheiden apparatuur die dient om de olie aan de oppervlakte te brengen, de zogenaamde kerstboom. De aanwezigheid van de boortorens geeft de olieman intussen geen enkele aanleiding om uit een ander vaatje te tappen. Op het Haags-Wassenaarse olieveld zijn enkele opslagtanks gebouwd, van waaruit de gewonnen olie op een onlangs gereed gekomen verlaatstation wordt overgepompt in tankwagons. Sinds kort vertrekt van hier elke dag een kleine olietrein naar de raffinaderijen in Pernis. Zo levert ook dit gebied nu zijn aandeel in de Nederlandse olieproductie, die momenteel reeds voor 1/4 de binnenlandse behoefte dekt.